dus deze leuke mandjes. En wat misschien leuk is om eventjes vast een beetje te brainstormen, is waar je ze allemaal voor kunt gebruiken. Ja. Ja, waar kun je een mand niet voor gebruiken eigenlijk, hè? Maar wij vinden hem zelf heel erg leuk om bijvoorbeeld te gebruiken om een plant erin te zetten. En ja, wat ik ook heel handig vind, ik heb in die andere heb ik mijn hobbymateriaal gelegd. Dus mijn haaknaald en kleine bolletjes wol. En ja, dat werkt ook super handig. En als ik hem zie, zou ik denken, nou, ik ga hem gebruiken om klein speelgoed in op te bergen. Dus kleine autootjes, van die toetoetautootjes, Lego misschien wel. En wat we altijd kwijt zijn bij ons in huis zijn sokken, dus met name de kindersokjes. Dus volgens mij, als ik dit zo op de commode zet, dan staat het ook gelijk superleuk. En dan zou ik al die kleine sokjes erin doen. Heel leuk. Dus we maken er twee. Je mag kiezen welke kleur je leuk vindt. Dus je kunt kiezen uit de ivory, de ongeverfde lontwol, de groen, de mosgroen of deze, ja, het heet fox, dus een beetje een camel kleurtje. Twee kleurtjes mag je kiezen en dan ga je deze toffe mandjes maken samen met ons. Super gaaf. Hartstikke leuk.